Nou, Bianca, wat ga jij doen? Ga je nog iets nuttigs doen vandaag? Want... Nee. Laat haar maar gewoon lekker de ding doen. Ja, maar ze doen niet heel veel. Ja, prima toch? Weg ermee. We hoeven maar op één iemand te letten. Ja, een Carver. Mm-hmm. Promotion, want dit is nog, nog meer geld. Ja, dit is pas precies de promotie nog maar, hè. Zit jij al op level 3, hè? Ja, ik zit op level 3. Ik had al lang op level 3 gezeten als ik niet op de eiland was. Kijk, moet je weer opletten, hè? 1, 2, 3. Ja, die gaat met jou willen ruilen, denk ik. Dat is hartstikke mooi. Hij wil niet met mij ruilen, dan ga ik ook niet met hem ruilen. 4 net. Tuurlijk. Hoezo toe? Ik kan nog steeds op die 320 landen. Dat is waar. Hoeveel is dat? 297. 1, 4, 2. Ik koop hem wel. Ja. En wie weet, misschien dat ik daarop en dan doneer ik een van de dingen. Dan ruil ik die voor die. Nou, probleem ook opgelost. Ja. We zullen zien. Ja, we zullen zien, inderdaad. Ga je nog iets doen? Nee. Wauw. Carver gaat waarschijnlijk warpen? Nee. Wat doe je? Oh, met 50%. Ja, maar is ook een dure shop. Ja. Dat is eigenlijk een dure shop. Hoe groot is de kans dat ik zo 3 gooi? Ja. 99%. We zien het toch alweer gebeuren. Ja, koop me even over. Oh. Hé, hey, je bent eruit. Hoe lang zat je daar vast? Ja, echt niet normaal lang. Weet je nog dat ik een hele level voorliep? Ja. Ja, die loop ik alweer achter. 3 beurten lang, gooit ze alleen maar 1. Nee, lekker toch. Ja, ik koop jij lekker. Ik snap haar alleen niet. Ja, prima. Zoveel stocks heeft ze niet meer, dus... Je mag soms in winkels gaan verkopen. Ook dat vind ik allemaal niet erg. Oh. Dan is ze straks dood. 1. Een aparte keus. Ja, maar ja, ik vind Carver sowieso een apart gozer nu. Hey, ook de lijn klaar. Wat hebben we? Nog een keer. 1. Joh. Wie had dat verwacht? En ik ben nog steeds niet op de helft van het doel, hè. Moet nog wel een stuk. Ja, ik kan niet over mijn kaarten heen. Nee, dat weet ik. Alles gaat naar beneden met 13%. Alles? Volgens mij alles, ja. Als er niks bij staat, is het alles, ja. Nou, je hebt nergens in gesproest, toch? Alleen alles van mij gaat 13%. Wauw, wat een kut. Waarom moet die? Wat heb ik hem misdaan? What the fuck? Geen idee. Maar dat is altijd het goede, wat heb je misdaan? Nou, ga nog even door, want ik heb het nog wel. Ja, moet je nagaan als je een paar monopolies hebt, dan tik het ook nog een keer door. Och. Geen stocks. 1. What the fuck? Gooit ze nog een keer iets anders? Ja, ze gaat nog 2 keer ingooien. Ja. En dan gooit ze opeens 8. Alleen weet niet of ze dat kan betalen trouwens. Nee, ja, maar ze heeft zo meteen niks meer. Nee. Nou, Carver, wat ga je doen? Waarom gooit iedereen nou 1? Ik snap het niet. Dan gooi jij ook 1? Oh, jij had net ook 1 gegooid. Ik heb ook al net 1. Ik heb ook al net 1 gegooid, dus. Oh, natuurlijk. Ja, hij is nog vrij, hè, dus... Ja, nog niet genoeg plots.
Nee. Je kan nooit genoeg plots hebben in deze game. Bijna. Zo, ik zal weer misfortune. Wat is dit? Je krijgt geld van de bank en dat is 200 geld dan kan je investeren in een van je shops. Die, denk ik. Ja. En heb je zo'n 200. En dat kost jou niks, dat is gewoon de banksgeld. Fijn. Fijn. 1. No. Zou wel weer typisch zijn, maar... Ja, maar ze komt nu daar. Ja, nu gooit zij weer 1. Ja. Ze gaat zo... Ja, maar dan mag ze nog kiezen als ze naartoe gaat. Ja. Ja, maar ze heeft bijna geen geld, dus die gaat... Die gaat shops verkopen zo meteen. Shops verkopen, ja. Doe. Deze game is zo onlogisch. Ja. 1. 4. Spruce? He's got his bruise. Boy, yo, wat is dit? What the fuck is dit? Dat is een hotel. Dan is het gewoon game over als iemand daarop komt. Ja. Iemand heeft daar momenteel het geld voor. En dan ben ik er nog steeds niet mee doelen, hè. Ik heb nog steeds geld nodig. Mooi. Pa. Alsjeblieft. Ba-dum-ba-dum-bum. Je gaat waarschijnlijk bovenlangs, hè? Gooi nog een keer. Ja, en dan gooi alsjeblieft 4 dan. Oeh. Oh, dus trekt het random. Dankjewel. Oh. Ja, ik zit er zelf ook in. Ja, maar... dus dat maakt niet zo heel veel uit. What the fuck, deze game. Huppakee, 666. Oh. En zelfs dan ben ik er nog niet. Nee. Dus ik hoop dat ze even soms op een blauwe worp terechtkomen en dan op mij landen. Jij moet even doorklikken. Ja. Kan ze direct weg? Nee. Nee. Talen. Ja, of ze gooien de hoog of ze gooien de 1. Nee. Dus. Maar is ze nog steeds niet, hè? Nee, ze heeft nog stoks over. Nee. Ze heeft nog ding. 1. Ja, zo kan ik ook elkaar helpen. Ja. Betaal hetzelfde bedrag even weer terug. Die wil ik ook. Oh, okay. Oh nee, pick Adventure of Suit Square. Dus ja. Ik dacht, anders had ik hem gekocht en had ik hem geweld voor iets. Maar... Jij moest toch allemaal gaan verzamelen, ja, dus. Verstandig. Goeie keus. Warp weer. Oh, dank je. Deze game, ik word echt boos. What the fuck is dit? Gooi 4 alsjeblieft. 5. Warp. Soms gunt de game en soms zegt de game gewoon fuck jou. Sell a shop pack for twice its value. Heb jij een shop? Ja, ik heb vast wel een shop. Die van 20, die van 12, die van 37, 33, 41. 41. Ja, in principe maakt niet uit. Ik krijg er iets voor. 2. Dan komt ze niet weg, of wel? Ja, nee, ze moet wel op dezelfde plek. Nice. Nu begint ze aan de stocks. Ja. En dat zijn er niet zoveel meer. Nee. Er moet er nog 1 stok. Mhm. 2. Nou, ik had wel weer typisch gevonden dat hij dan weer erop zal landen. Mm-hmm. Nu is hij level 3. Nou, ga je stuks kopen. En K. Maar de fuck is K? Oh, dat is K. Oké. Okay. Hij heeft nog steeds geld over. Mm-hmm. Ja, free plot is free plot. Ik wil echt 8 gooien. Mag ik alsjeblieft 8 gooien? 8. Oh! Miauw! Zet 1 stap terug. Ja. Dan word ik heel boos. Nou, random location of... Wacht even. Roll en warp. Dan warp jij naar een random plek. Ja. En gooi je... Even gaat ieder andere. Oké.
Nee, het maakt niet uit, dus... Best een goede plek. Ja. Nog een keer? Nee. Nee. Nou, dat waren dus twee... Ja, je kan voor een promotie nu gaan, dus... Ja. Nou, niet verkeerd. Kom weer een beetje bij de mensen. Mm-hmm. Nee, staat tenminste niet laatste. Nee. Nee, maar met een beetje geluk kan een Carver ook nog inhalen, zo. Mm-hmm. Force buy out, force buy out, force buy out. Nee, doet het niet eens. Wat een pussy. Nogal, ja. Net niet. Ba-da-bam. Ik heb nog nooit zoveel van die dingen gehad. 100 gold to chance to invest in any of your shops. Oké. Okay. Dan betaal je 100 euro en kan je weer investen. Ja, kies maar. Welke zou ik doen? Even kijken. Ja, je hebt geen zin op het eiland. Carver loopt die andere kant op. De enige die jouw kans op loopt met Erik. Dus of die 35 of die 65. Ja, doe maar. Die komt daar niet weg. Nee, ik ken het. Die gaat altijd bankrupt daar. Oeh, is dus dat spelletje voor met z'n allen? Nee. Nee. Geef mij heel veel monies. Dat is niet heel veel monies. Maar geef hem maar naar mij. Nee, ga naar Bianca. Die kan wel monies gebruiken. Dus ja, die overleed dat stuk niet. Spruce. Ja, je hebt trouwens niet zoveel. Ik kan nog steeds investeren. Wat? Dat is dan niet oké. Okay. Dat is het ook niet. Staat er zo'n vraagtekenkaart dat je wordt gedwongen om die te verkopen? Ja, maar die heeft Carver al gebruikt. Omdat ik toen op die manier kreeg ook die monopolie. Want ik heb al geprobeerd de Force Buyout, maar dat wilde hij niet. Maar ja, toen klantte hij op zo'n ding. Maar er is zo'n Forcible Auction, ja. Maar ja, dan bepaal jij vaak degene die je verkoopt. Nou, ja, ik heb precies. Op zich op random plekken wel eentje zitten, dus... Maar we hebben al situaties gehad waar ik heb iets moeten auctionen. En ik had alleen maar die monopolie, dus... Laat me alsjeblieft 3 gooien, zo. Nee, eerst 1 en dan 2. Ik sta tweede, jee! Jee! Hey, ze is eruit! Oh, en ik kom zo weer. Als ze zo ingooit, is ze genaaid, hè? Nou, als ze op die land is genaaid, is ze op die land, komt ze nog weg. En komt ze op die andere, dan is ze ook genaaid. Ja, daarom. Als ze gewoon 1 gooit, dan moet ze 1 van die 2 kiezen. Ja. En als ik even goed gooi, kan ik de rest ook nog even sproesen. 4. Ben je dat genoeg? Denk ik niet. Nee. Denk ik niet. Ik heb al level 4. Ja, veel suit yourself kaart en andere onzin, dus dat schiet wel aardig op. Ja, kom net uit. Ja, joh. Geld zat. Monies. En nu ben ik op de helft van het doel. 3, 6. Ja. Wel weer typisch, hè. Degene die ik net heb geboost. Ja. Ja, overleef zelfs nog niet. Oh, ja.
Ja, verkoop geen shop. Zo erg is het ook weer niet. 1-1-1. Oh. Ja, dan kan ik sproesen wat ik wil, maar... Wauw. Nee, dat is een goede vraag. Welke shops? Want zoveel shops heeft ze niet. Nog, wat is er daarna gebeurd? Ze kon een shop met 20% verhogen. Ja. Zonder dat ze het behoefte te betalen, dus... Nou, dat is het. Een freebie. Maar die heeft hij al, dus heeft er geen kut aan. Lol. Daar stond hij zelfs op. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ja, welke zou ik toch investeren? We willen niet bankrupt gaan, dan moet ik maar het doel halen. 4. Ja, ik heb niet echt geld. Dus... Oh mm-hmm. Ja, ik moet er stoppen. Ja, ja. Maar niet investeren. 1. Nee, niet 1. Dat kan je nog ruilen, hè? Ja, dat is waar. Heel logisch. Betalen! Force buyout. Ja, dat heeft geen zin, dus... Je wilt het echt heel miserabel voor iedereen maken. Ja, natuurlijk. Ja. Dat is ook mijn hele bedoeling. Ja. Want ik kan weer door. Hey Milan, jij. Het is voorproefje van wat er me te wachten staat. Ja, keer 70. Nou oké, keer 3,5 ook goed, maar ja. Ja, Bianca komt er niet en Carver duurt nog een tijdje voordat hij daar is. Maar het liefst zie ik Carver bloeden, maar ja. Nee. Nou, hij bloedt hier 13 kwart. Wauw, ja. Dat noemen we nog niet eens een papiersnee. Nee. 2. Haha! Kom je nog goed weg ook. Zo hoog mogelijk alsjeblieft, zodat ik er al zo groot mogelijk kan. Nee, je landt op die 73. Zij toch? Oh, het leven. Daar heb je heel veel geluk mee. Ja, gelukkig maar, anders werd ik echt boos. Ik had het wel weer toepasselijk gevonden, eerlijk gezegd. Weet, misschien gunt de game ons, omdat hij weet, oké, je wil Carver laten bloeden. Oké, sorry, dan moet even je winkels dicht en dan komt Carver naar je toe. Ja, dat zal het zijn. Ja. De game is al helemaal voorgeprogrammeerd van tevoren. Het is net Mario Party. Nou zijn de Wolp ook al van tevoren bepaald. Alleen bij Mario Party DS, hè. Ja. Ja, dat heb ik allemaal al, hè. Dus... Nee, je moest daarvoor betalen. Ja, dat is wel mee. Nee, geen stocks. Nee, de stocks zijn te duur. 1. Maar kom je erop? Oh. Ja! Oh. Eindelijk, Monopoly. En nu kan je eindelijk pompen. Was dat Carver? Carver staat bovenin, toch? Ja, bovenin. Die gaat zo langskomen, die gaat betalen! Ja, stokjes verkopen. En dan kunnen we morgen gaan kijken wat dit wordt. De kaart wordt nog heel eventjes aangevuld, zodat hij het allemaal aan mij kan geven zo. Ja. Ja. Is dat de ergste? Nee. Nee, dat niet. Maar... Toch iets. Ik ben er heel blij mee in ieder geval. Tikt wel aan, ja. Nee.
Ja, buy-out. Dan ben je echt een lul. Ja, moet ik anders doen? Nee. Ik was al aan het kijken. Nee, je hebt gewoon gelijk. Kan ik op mezelf landen, maar dat kan niet. Vind ik nog steeds kut. Sproei is die 92. Ja. Maar daar kan hij nog op komen. Ja. Ja, dat zijn mooie prijzen nu. Ja. Net niet de 10k. Nee, langzaam zeker komen de AI's ook weer terug, dus... Mm-hmm. Hoe heeft ze dan opeens dan weer zoveel stocks? Ja, deze gekocht denk ik. Ja. Oh ja, ze had een promotie, dat was het. Twee. Jezus. Nee, hij heeft zo meteen geen keus. Mm-hmm. Dus ik hoop dat ik even op mezelf kan landen. En dan verdeel ik de boel weer even. Ja, nee, zie je, dat is net schoon. Nee. Ja, fuck it. Moet iets. Ja, jij gaat bovenlangs. Nou, ik kan verder. Oh, nee, niet pompen. Nou, je bent je tweede rij al klaar. Mm-hmm. Schiet mooi op. En die non-venture, non-suit square, dus dat zijn voornamelijk plots die nog openstaan. En de bank? Zou kunnen. Eten naar boven, dan kan je erop klikken. Ja, ja. Maar ik zit even te denken of het slim is, hè. Ik zit ook te denken, ik kan ook gewoon hier naartoe. Ja. Of zal ik hem naar beneden, want dan kom je er gewoon boven langs. Want anders moet je van boven naar beneden naar boven. En als ik nou hier beneden doe, dan ben ik gewoon hier beneden. Mm-hmm. En dan ga ik naar boven. Ja. Kan. Dan zet ik hem hier neer. Deze had ik veel eerder moeten hebben, die warp. Maar dat maakt niet uit. Moet ik die 30 nog betalen? Ik denk het wel, hè? Ja. Ja. Goed dat ik dan deze heb gekozen. Jij niet die 186. Nee. Er zijn gewoon zo laat in de game nog gewoon vakjes die geen eigenaar hebben. Zo zie je maar gewoon hoe groot dit bord is. Ik vind het wel leuk hoor, zo'n groot bord. Het heeft ook wel iets. Gelukkig niet de shops closed. Dat zou nu heel jammer zijn. Ja, pak even wat water. Ja. Je wil de niet 5 times the value kopen? Nee. Ik heb een tweede rij vol. Warp. Warpie, warpie, warpie. Oh. Oh nee, round the blocks. Nee. Potentie. Get nee. Fucked. Eén. Zes. Nee, ze heeft nog geen promotie, maar... Ze gaat voor een gevaarlijk cirkel. Drie. Hoezo drie? Carver moet erin gooien. Oh, ja. Natuurlijk niet! Oké, dit is wel veel. Hij moet wel veel betalen, maar dat kan hij gewoon makkelijk betalen. Ja. Maar ja, jij hebt weer heel veel geld nu. Ik weet niet wat zijn waarde voornamelijk is. Ik weet niet hoeveel stocks die... Hij heeft wel veel stocks, hij had ergens nog 100 stocks zitten. Ja, ik weet dat het misschien handig is om zometeen wat risico voor te spelen. Maar ik heb letterlijk iets van 7000. Met uitzondering van jou kan niemand daarop landen. Ja. Oké.
Overleeft ze dat? Ja, ze overleeft het wel, denk ik. Ja, ze heeft nog de stoks ervoor, et cetera, ja. Maar zoveel heeft ze niet meer. Het zou jammer zijn als zij game over gaat. Ja. Want het is gewoon Carver die hier neer moet. Ik ben over de 10, dus ik ben blij. Toch nog soort. Dat zou wat zijn geweest. Maar dat doen ze niet. Nou, oké, rust maar naar de promotie. De strikt at random. Mijne. Nee, de willekeurige. Zo mooi. 8 is zo laag dat hij niet eens omhoog gaat. Maar kijk maar hoeveel Carver eigenlijk nu al naar beneden zit. 3. Ik zal mijn derde rij beginnen, hè? Ja. 10% van je ready cash. Hoeveel ready cash had jij? Aardig wat. Dat is 130. 1. Betalen! Oh ja, of 20 of 2000, ja. Mm-hmm. Dan weet ik hem ook wel. Maar die moet ook nog wel een stukje. Promotie! Lekker Carver. Nou, lief heb ik dat Carver brandt op een steek, maar ja. Game deelt die mening niet. Wat krijgt hij? Oh, dan moet de shop verkopen. Welke? Ja, oké, verder af. Hij gaat niet. Ja, het is verkopen, het is niet optional. Dus. Level 5, denk ik. Ja, level 5. Je hebt nog niet genoeg geld. Nee. Toch even als het aan mij had gelegen, was de game ook klaar geweest nu, maar ja. Als ik mij 18.000 van jou geef, dan is de game klaar, toch? Ja. Want het schiet wel op, maar ik ben er nog steeds niet. Nee, maar het hoeft ook niet meteen af. Nee, klopt. Het hoeft ook niet meteen af. Maar het is wel zo gevaarlijk nu dat er niet zo heel veel moet gebeuren. Het is echt alsof ze op dun ijs lopen, zeg maar. Ja, klopt, ja. Maar ja, Carver loopt nog die andere kant op, dus... Dus die is voorlopig niet... Degene die er het slechtst voor staat, die zit aan de gevarenzone. Oké, ik snap niet waarom hij die kant op gaat. Want als je 6 had, had hij dat portaal daar. Ja, lichte dingen dus. Dat gaan we niet doen. Zeker niet omdat Bianca er zo voor staat. Nee, precies. Op hoe dun ijs wil je lopen? Oh, 10% dividend op je stocks. Niet veel, maar... Nee, dat zal bij ons iets meer zijn. Ja. Nu hoop ik dat ik ook even hoog gooi en dan kan ik de rest spruisen, maar dat denk ik niet. 1. Nee. Ik kom gezellig naast Bianca staan. Nog een keer gooien. Nee. Kapel te shoppen, shop, oké. Okay. Te shoppen, shop? Ja, ja. Krijg deze. Ja, ik koop hem gewoon. Ja, hij staat toch open, dus maakt niet uit. Zelfs stocks? Nee, dat gaan we niet doen. Wauw, één hele stok. 1. Klaar.
It's time! Mooiste is, ik heb nu ook het doel bereikt. Ja, D. Nice. Gefeliciteerd. Mooi, ik had eerlijk gezegd die andere gehoopt, maar ja. Ja. Nice. De winnaar is me. The winner is you. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. We moeten nog heel even naar dat dingetje kijken wat er nu in beeld komt. De grafiek. Ik ben 2 geworden, ik ben tevreden. Congratulations. Ja. Wie zou daar nou winnen? Ik zie een stijging. Precies. En hier, ja. Ja, ja. Ja, aardig wat stocks. Zeker, zeker. Iedereen bedankt voor het kijken van deze aflevering. En tot de volgende keer. Adios, amigos.